tijd over de smokkelaars. Ze worden volgewaard door Toki en Joki. En sinds we zijn weggevaren bij de evenaar, hebben we toch een heerlijke rustige week samen gehad. Dat is waar, Ken. En we krijgen nog veel meer van de week. En ik ga zo snel mogelijk met je naar het stadhuis. Oh, Jos, over een paar dagen heet ik Penny de Jager. En morgen begin ik al met mijn carrière als danseres. Penny, ik beloof, ik dans iedere avond de tango. Ah, mevrouw de kapitein, doet de radio weer. Toen kwam ik u dus net vertellen, meneer de Jager. Twee man zijn nu al de hele week bezig, maar er is nog steeds geen contact met vasteland. Die computergestuurde apparaten, als je ze nodig hebt. Ach Jos, wat maakt het uit? Er staat maar geen lege journalist op je te wachten. Je komt uiteindelijk toch wel in alle kranten. En nu kun je tenminste zelf die medewerker van het reisbureau arresteren. Nou, excuseert u me. Voordat we aanleggen, moet ik nog even een formuliertje invullen over die apparatuur. Ik wil twee formuliertjes voor invullen. Oh.
Met komen jullie. Weet je wat ik nou niet begrijp? Als de diamanten in het pretpakket van Hut 89 staan, wat deed Jan dan in mijn hut? Ik had Hut 68. 89? 89? Natuurlijk, dat is het! Mevrouw Steen, wat staat hier? Mevrouw van Gent, waar ziet u me voor aan? Ieder kind weet dat hij 89 staat. Oh ja? Weet u dat wel zeker? Mevrouw van Gent, u moet u me niet bedotten. U heeft het papiertje omgedraaid, nu staat de 68. Precies, en dat is wat Jan ook heeft gedaan. Hij ging eerst met 89, die was leeg. Toen keek hij nog eens op zijn blaadje en dacht, verdraaid, ondersteboven houden. En zo kwam hij bij u terecht. Fantastisch, Toosje. Je schrijft niet alleen leuke stukjes in dat blaadje van je, je kan ook prima met getallen omgaan. En dat heb ik ook op de Delftse schoolvereniging geleerd. Maar nu moet ik weg, mensen. Ik moet een artikel voor mijn blad schrijven. De kop weet ik al. Ik noem het Raadsels rond de ruime som.